Hey, dit ben ik, Sean Quote. En soms krijg ik wel eens een bericht binnen op mijn YouTube. Zoals de meeste van jullie zullen weten, heb ik een tijdje bij thuisbezorgd gewerkt. En vandaag ga ik weer een dagje werken. Maar hier staan als goed is de bezorgers. Niet in Maastricht, maar in Amersfoort. Let's go! Ik sta hier bij Tijn. Tijn is de drivers captain in Amersfoort. Ik ga vandaag met hem op pad. Bij Thuisbezorgd werken ze dus met een Scoober app. Hier komen eigenlijk je bestellingen mee binnen. Dus we staan nu hier ook bij de McDonald's te wachten totdat er wat binnenkomt. Tijn, waarom staan we eigenlijk bij de McDonald's? Ja, hier worden de meeste orders geplaatst. Dus die moeten wij zo snel mogelijk naar de klant brengen natuurlijk. Ben jij benieuwd wat je bij Thuisbezorgd kunt verdienen als courier? Check dan de link in de beschrijving. Nou, als het goed is de eerste order binnen, zoals jullie kunnen zien. Nou, laten we maar snel gaan fietsen. De basissalaris van een 21-jarige is 11 euro. En werk je tussen 5 en 9 uur, geldt er voor iedereen een bonus vanaf 1 euro per bezorging. En naast je fooi. En heb je ook nog de kilometervergoeding die je hebt. Bestelling is afgeleverd, gaan we hem afronden. Ja. En dan krijgen we nu een korte pauze. Nou Tijn, hoe deed ik het? Ja, klein foutje, maar foutje? Het vast beter. Ja, je had het eten op de klem moeten zetten. Dat deed je niet. De klant pakte het zelf uit de tas. Oh ja. Niet heel erg voor de eerste keer. Maar goed, voel ik je beter, oefening waard kunst. Kijk, dit is mijn fiets voor vandaag. Ik heb gelukkig een elektrische. Ik krijg een kilometervergoeding, maar op een normale fiets is dat 10 cent per kilometer. Op elektrische fiets is dat 19 cent. In de meeste steden krijg je dus een elektrische fiets. Alleen in Amersfoort niet. Het voordeel aan dit soort remote steden, zoals ze dat noemen, is dat je vaak vanuit huis of dicht bij huis kan starten op je eigen fiets. En dus niet voor of na dienst naar een kantoor hoeft te gaan. En je dus meer vrijheid hebt. Hoe is het? Goed. Hoe is het om met thuisbezorgd te werken? Ik vind het heel lekker. Ik vind het heel chill dat ik de hele tijd buiten aan het fietsen ben. Leuke collega's. Dus ik moet gelijk weer door. Dus ha, geen tijd! Oké, okay, we zijn aangekomen. Ga ik nu bezorgen. Laatste bestelling voor vandaag. Wat is bijvoorbeeld een van de voordelen om bij thuisbezorgd te werken? Nou, als je in een nieuwe stad woont, die omgeving heb je zo leren kennen. Dus het is eigenlijk best wel heel vet. Je voelt je echt, zeg maar, echt onderdeel van de stad. Nou, ik sta hier naast Daphne. En Daphne werkt ook bij thuisbezorgd. Maar hoe is het nou om als vrouw bij thuisbezorgd te werken? Gewoon lekker, gewoon makkelijk. Je stapt ook op de fiets, je gaat gewoon aan de slag. Ik denk dat ook dat je voor jezelf verantwoordelijk bent. Super chill en super makkelijk is. Je hoeft niet constant rekening te houden met die ene leidinggevende die je niet mag of zo. Je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen hachie. En dat is gewoon, naar mijn idee, super fijn om te hebben. Mijn shift zit er nu bijna op. En ben jij nou nieuwsgierig geworden naar een baantje bijvoorbeeld bij thuisbezorgd bij jou in de stad? Of wil je meer informatie winnen? In de beschrijving staat een link. Kun je eventjes op klikken. Kun je meer informatie vinden. Ik ben vandaag in ieder geval weer lekker dagje sportief bezig geweest. Ik vond het super leuk. Bedankt voor jullie comments. Want ze waren weer heel toepasselijk voor deze video. Heb je dus een leuke comment. Mag je hem weer onderin de reacties zetten. En wie weet wordt hij dan in de volgende video gebruikt. Thuisbezorgd. Super bedankt dat ik weer een dagje mee kon werken met jullie. En dat jullie oude couriers eigenlijk gewoon weer ontvangen. Alsof je nooit de weg geweest.